elektrische step is één van de alternatieven om ons sneller voor te bewegen. Heel populair in de grootsteden, maar niet zonder gevaar. Joël, waar en hoe mag je met de step rijden? Met de step mag je je gedragen zoals een voetganger en maximaal stapvoets op het trottoir rijden. Ga je sneller dan 5 km per uur tot maximaal 25 km per uur, gedraag je je zoals een fietser. Rijd je dus op het fietspad of aan de rechterkant van de rijweg. Op dat ogenblik ben je ook een bestuurder, dus geen alcohol, geen drugs, geen gsm aan het stuur. Rij je 's nachts, heb je verlichting nodig. En wij raden ook zeer sterk aan van beschermende kledij te dragen, beschermstukken, helm en zeker en vast fluoriserende of zichtbare kledij. Dag Inge. Dag Sophie. De deelstep, heel handig in de grootsteden, maar ze zorgen soms voor hinderen. Ja, dat is ook de reden waarom er een aantal zones zijn waar ze niet achtergelaten mogen worden. Vooral zones waar heel veel voetgangers komen. Denk bijvoorbeeld aan de UNESCO-zone rond de Grote Markt. Maar elke deelstepgebruiker moet zich er bewust van zijn dat hij de andere weggebruikers niet mag hinderen. En zijn deelstep vooral niet mag achterlaten op de stoep, op het fietspad en zeker niet op plaatsen waar gehandicapten door moeten. Dokter, komt u veel mensen tegen die een ongeval hebben gehad met een elektrische step? Ik moet eigenlijk zeggen dat we de laatste maanden het aantal stepongevallen exponentieel zien toenemen. We zitten vandaag op werkdagen eigenlijk aan een gemiddelde van 5 patiënten al die gevallen zijn met een deelstep. Ja. En wat zijn zo de meest voorkomende kwetsures? Gelukkig zijn de meest voorkomende letsels schaafwonden en kneuzingen. En dan op de tweede plaats hebben we de breuken, fracturen, voornamelijk van de armen. Mensen die vallen proberen zich te verdedigen tegen die val en breken zo hun hand of hun pols of een voorarm. Het is natuurlijk ook zo, afhankelijk van hoe je ten val komt met die step, als je met je hoofd op de stoeprand valt, dan kun je eigenlijk wel een ernstig hersenletsel oplopen die toch zware gevolgen of zelfs de dood kan hebben als consequentie. Dag Wautier. Hallo Sophie. Is de verzekering voor een step verplicht? Niet meer, dus de step wordt niet meer gelijkgesteld met een brommer. Dus alle zorgen van de verplichte autoverzekering, groene kaart enzovoort, dat is weggevallen. Dat neemt niet weg dat je nog altijd aansprakelijk zou kunnen zijn voor schade aan een ander, een voetganger of een auto. Dat is dan een zaak voor je familiale verzekering, als je er eentje hebt tenminste, of de aansprakelijkheidsverzekering in het kader van je beroep. En voor je eigen letsels is eigenlijk de beste bescherming die van de werknemers, want zij worden beschermd door de arbeidsongevallenverzekering als ze voor het werk onderweg zijn of onderweg zijn naar het werk. Ah, ook met de step? Ja, ja, gewoon werkverkeer. Hè. Van waar kom je dan? Van Halle. Van Halle? Toch niet met de step? Ja, en een trein. Hè. Ah. En een trein natuurlijk. Hè. Dus een combinatie van beide. En valt dat mee hier zo in Brussel? Ja, het is gevaarlijk natuurlijk. Goed opletten, heel belangrijk. En je veiligheidsuitrusting? Ja, een hesje om gezien te worden en de helm in geval van vallen of accident om het ook het hoofd te beschermen. De elektrische step is eenvoudig om te gebruiken, maar het is toch geen kinderspel om ermee op de openbare weg te rijden. Houd dus rekening met anderen en doe het veilig. Je kan al onze uitzendingen herbekijken op het YouTube-kanaal van Kijk Uit.